Alles zal afgewezen worden als je naar Divine bezig bent, naar Ancestors bezig bent. In de spirituele wereld hebben ze alles al gezien. Ze zien met alles wat niet werkt, wat daar weer omheen hangt. Ze zijn er bijna bang van weer beginnen te worden. Het is gewoon die storing in mensen hun hoofd, waardoor die motivaties of zo die ze hebben waarom ze mijn plek willen innemen. Wachten tot ik ziek word of dood ga. Ik ben alleen maar sterker aan het worden. Break a leg. Hier gaan jullie benen alle twee breken, joh. Oh, maar blijf kijken, de boel observeren. Ik hoef nergens bang voor te zijn, hè. Mensen hebben het niet eens door. Ik loop s'avonds ook gewoon 2-3 keer in de week. Ben ik s'avonds gewoon lekker een rondje aan het lopen. Gisteren ging ik even kijken hoe ze doen met ze zijn de wegen in de straten en alles aan het verbouwen. Nieuwe stoep, nieuwe randen, nieuwe goten voor het regenwater en zo. Ik loop gewoon rondjes buiten. S'avonds laat, 11 uur. Die keer daarna was het 2 uur 's nachts. Ging ik even het rondje lopen waar ik vroeger de kranten aan het doen was. De Tjallak en hoe heet die straat ernaast ook. Geen angst is er. Geen angst is er. Boodschappen online doen is lekker. Ik zit niet geïsoleerd hier of zo, hè. Jullie isoleren me niet in die zin, laat ik het zo zeggen. Er is gewoon niks omheen te gaan. Dus zitten we hier al en zijn we alles spiritueel aan het doen. In die spirituele wereld ook. Er komen, voor ik snap, 3 blessings komen er zo meteen naar me toe. Jullie macht is niks vergeleken met de kracht die straks naar mij komt. Ik ga dingen uit de lucht laten vallen. Jullie gaan echt snappen wat kracht is. Wat krachtig zijn is. Jullie gaan de rewards, beloningen, blessings. Jullie gaan alles zien. Niet te managen, niet aan touwtjes. Dus er is geen controle op me uit te oefenen. Jullie gaan door programmering en brainfuck heen. Ik word wakker gemaakt. Mij worden dingen duidelijk gemaakt. Het is alleen maar stappen, 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 stappen. Er is alleen omhoog te gaan. Er is niks om naar terug te keren. Er is geen gemis. Er is niemand die hier al maar enigszins bij betrokken is geweest waar ik mee hand in hand of überhaupt mee op straat ga lopen. Nooit mee in video's gezien ga worden. Jullie zijn alleen maar goedkoper aan het worden. Maar oude shit, kopieer dat maar. Kloon maar waarvan je dacht dat het Ian was. Dat is allemaal voor mijn spirituele ontwaking, voor die witte arena waar je ook nog lacherig over doet. Zodat jullie niks kunnen geloven. Ja, maar een heleboel waar ik over praat wordt door miljoenen wereldwijd over gepraat. Net als dat astral travel. Maar doe maar alsof het de fantasiewereld is waar ik aan het verliezen ben. En doe maar alsof het dromen zijn. Jullie zijn alleen maar jezelf aan het exposen. Doe alsof ik een begeleider heb. Zit je zelf met je begeleider? Hoe was de wateroverlast? Waarom moet jij met je eigen sleutel de deur openmaken als hij met zijn algemene sleutel jouw deur wil openmaken? Dat ben jullie zijn die gekken. En ik ben alleen maar verhelderender aan het raken. Ik ben alles aan het zien. Steeds meer geheimen. Zelfs de projectie, zelfs het evil eye wat ze op me uitoefenen, ik voel het. En mijn energievelden die breken het. En drip dead eyes. Ik heb het allemaal genomen. En zelfs dat is weg. Alles wat jullie proberen, zelfs vanaf hogere hand willen ze kijken van waarom lukt het allemaal niet? Niet klein te krijgen. Jullie gaan snappen wat magie echt is. Jullie gaan de wonderen. And you will be wondering. Het is echt. En het wordt alleen maar gekker. Jullie gaan
tegen elkaar nu. Jullie gaan elkaar bestelen nu. Jullie gaan elkaar verraden. Jullie gaan onderling zoeken wie dan die ratten en die slangen zijn. Totdat jullie koekoek raken. Ik ben niet alleen sterker aan het helen. Mijn zelfvertrouwen is groter aan het worden. Ik wist altijd al dat het echt was. Ik voel nu dat dingen echt zijn. Ik zag altijd al dingen, maar wat ik nu zie, overtuigt me in alles. Dit gaat voorbij dingen ervaren. Ver voorbij dat. Tijd beweegt niet. Maar in die ruimte kan je bewegen en daardoor kan je de tijd terug in. De toekomst in. Maar ja, moet je daar wel heen? Moet ik dingen in de toekomst zien wat jullie dan kunnen nadoen? Jullie gaan snappen wat de redenen zijn waarom mensen met dingen bezig zijn. En waarom moet die of waarom moeten hun mij vervangen? Jullie gaan snappen waarom dat is. Jullie gaan snappen waarom dat is. Het gevaar is groot, maar het doet mij niks. Alles zal geblokkeerd worden waar jullie mee bezig zijn vanaf nu. Alle karma zal instant en direct op je terugkomen. Ben je aan het kijken, waar ben je aan het zwijgen? En wil je graag op het midden zitten waar die naad is, omdat je aan bij je hebt? Alles wat hierbij betrokken is, meen het. Geen weg terug. Totdat je aan het biechten bent, totdat je aan het teruggeven bent. En dat telt voor alles op die terrein. En wat nu ik snap dat ik echt gestolen ben bij mijn geboorte, zijn jullie ook geen familie van me. Dat wat ik dacht dat familie was, is geen familie van me. Er zijn ook geen zusjes van me, zijn ook geen neefjes of nichtjes van me. Jullie zijn allemaal niks van me. Ik hoef met niemand rekening te houden, want ik heb geen vrienden, geen vriendinnen. Het zijn allemaal tricksters, het zijn allemaal Delilah, het zijn allemaal gieren voor alleen maar die materiewereld hier in het fysieke, 3D. Dat wat we los gaan laten. Zeg, ga jullie maar lekker een randje rond, ik ga naar nieuwe cycles. De poorten gaan geopend worden, ik ga er doorheen ook. Jullie kunnen me daar niet volgen. Jullie hebben geen liefde in jullie hart, jullie zijn harteloos. Jullie zijn hol van binnen. Ik snap steeds meer hoor wat mij aan het tegenhouden is. Maar zodra jullie, ik ga niet online droppen, maar daar waar ik wakker mee word en op de recorder aan het opnemen ben, de dromen nu zijn dromen die ik mijn hele leven heb gehad, maar nu ben ik eindelijk, hè, weet ik, de gezichten die ik toen niet kon, weet nu wie je bent. Ik ben belangrijker voor mensen, voor communities. Dat kan ik zelf niet eens. Zelf kan ik niet eens zien hoe belangrijk ik voor ze ben. Maar je wou niet door mij geholpen worden, toch? Je wou toch mijn vijand zijn? Je mag verdrinken tot je biecht. Je mag verdrinken tot ik je teruggeef wat voor mij is. Ben je vergeten te betalen omdat je geld aan het ben aan het verdienen met informatie wat voor mij is en ik dus geld mee hoor te verdienen? Als je dat niet teruggeeft, zal je blijven verdrinken. En daarmee is het echt. Wie straks niet op de bodem ligt, wie niet aan het drijven is, is van mij. Ik kom jou straffen. En dan gaan we kijken wie stoer is of wie laf is. Je bent sowieso al laf, hè, als je met deze smerigheid bezig blijft en niet voor de shit kan uitkomen. Je gaat voor alles gestraft worden. Voor alles. Had je ook nog allerlei onder het gras wat strafbaar was? En ik kan aantonen dat je daar al zeker 10 jaar mee bezig bent. Omdat ik kan aantonen waar ik het laatste jaar op heb genomen met wat ik bij je kwam halen. Je gaat niet eens 1 dag mijn leven mogen leiden. Maar ja, blijf stalken. Blijf gluren. Je ziet toch niet wat ik zie. Begrijp toch niet wat ik snap. Je doet maar wat.
Moet je niet denken dat je een grote jongen bent als je als een klein trutje nog steeds bij anderen, zoals Blackbox, aan het reageren bent in de chat en je hele team eromheen hebt hangen wat jou aan het kontvingeren is. Laat alleen maar zien hoe klein je bent. Dat wat ik doe, ga je niet kunnen. Maar je wilt dat graag, toch? Ga mijn oude leven maar. Ga dat maar nou doen. Wat hebben we? Wat hebben we? Dit is mijn noordnoot waar ik heen ga. Dus blijkbaar hang je in mijn zoutnoot. Ga snappen, de crisis komt naar je toe. Jullie gaan weten wat entities zijn. Ik snap ook echt waarom ik in één keer mijn oude e-mailadres niet inkwam. Maar het was eigenlijk mijn nieuwe e-mailadres, waardoor ik weer terug moest naar mijn oude en alles moest omzetten. Ik heb even een mailtje gestuurd nu, naar dat e-mailadres. Ja, dus die kan geopend worden. Hackers kunnen daar ook heen, politie kan daar dus ook heen. Justitie kan daar dus ook heen. Via advocaten en de juiste bevoegdheden kunnen daar dus ook heen. Ook als jij denkt dat je het verwijdert. Zelfs als jij denkt dat die verwijderde map te legen. Als het op internet is gekomen, is het op internet. Net als video's geldt dat ook voor mail. Smerige bankaccounts in het buitenland en zo. Zwitserse accounts bij wijze van spreken. Alles gaat geblokkeerd worden. Al die sneaky shit. Alles gaat aan het licht komen en niks gaat meer werken. Dingen zijn al niet meer aan het werken. Jullie paniek zal alleen maar groter en groter worden. Je gaat schrikken wanneer je mij in één keer achter je in de rij ziet staan bij bijvoorbeeld de kassa bij de Dekamarkt. Je gaat schrikken. Want ik heb scheid wat er gaat gebeuren. Ik heb scheid als het een gevecht moet worden. En alles gaat alleen maar een counterattack zijn, hè? Ik zal jou niet als eerst aanvallen, maar jij gaat de paniek gaan je voelen. Je gaat gestrest raken. Misschien wordt het je wel zo te veel dat je flauw valt in de winkel. Wel politie maar. Gevangenis zal alleen maar alles nog sterker voor me maken. En als ik hier al geïsoleerd in mijn eentje kan zitten, kan ik het daar ook. Andere gevangenen ga ik hun wel helpen. En hun gaan naar buiten komen en echt die betere mens zijn. Jullie willen niet beter worden, toch? Jullie gaan vast blijven zitten in jullie eigen gedachten. Jullie gaan verdwaald raken daardoor. Jullie gaan wartaal uitspreken. Jullie zijn allemaal dingen achter de rug aan het doen waar ik zogenaamd geen weet van heb. Maar alles komt aan het licht. Alles komt aan het licht. En je gezinnetje in Hoogwoud. Alles komt aan het licht. Mijn huis stelen, ik sloop jouw huis. Jullie weten al lang al wie mijn echte vader is. De rotzooi die daaromheen gebeurt. Ik zou bang worden. Angstig worden. Jullie willen liefde ervaren en daarvoor moet je mij zijn. Dat wat bij mij hoort, wil jij bij horen? Je gaat snappen wat telepathie is. Jullie laten je de duivel je gedachten overnemen. Jullie geven er zelfs toestemming voor. En jullie denken dat het jullie spirit guide zijn. Die vertellen dat je deze dingen tegen mij moet doen. En snap niet, het is de duivel, bitch. Ik heb één spirit, die heeft meer dan 400 beesten onder zich. 400 demonen onder zich. Ze mogen allemaal luisteren. Ze zijn allemaal bang en anders houden ze van me. En alleen maar ook nog steeds, ik ben stabieler aan het raken. Nog eventjes
en mijn chronische pijnen verdwijnen. En de ondervoeding, vooral de eerste 7 jaar, kinderjaren, tienerjaren, alles wordt hersteld. Je moet niet denken dat ik de ziekte van Crohn of hoe je dat ook zegt, darmen weet ik het allemaal, want ik drink cola, ik drink energiedranken, ik eet volkoren brood, ik eet alles wat ze zeggen, ik drink alles wat ze zeggen dat je niet moet doen. Ik poep goed, ik ben geen bloed en weet ik het allemaal, ik heb geen buikpijnen. Jullie snappen niks van die 5 extra tools. Ja, maar dat heeft toch echt wel ergens daar ook mee te maken naar je darmen toe. Denken mij te vergiftigen, ik ben gif. Mijn noordnood is echt gewoon... Jullie kunnen niet eens fantaseren, ik hoef niks te doen. Ik hoor niet hard te werken ook. Ik kan achteroverleunen en alles gebeurt voor me. Ik hoor verwend te zijn. In luxe te leven. Op spiritueel niveau is dat nog steeds aan het gebeuren. Dat jullie hier al alles wegstelen. Er zijn geen redenen, hè, waarom je zo aan het voelen bent. Het is je eigen insecurities. Het is je eigen angsten. En maar doen alsof het iets anders is. Nee. Jullie zijn ziek. Neppe contracten. Alles is fake. Jullie worden allemaal erin geluisterd. Jullie zijn bezig met jullie eigen downfall en die wordt gestimuleerd omdat je andere mensen vertrouwt. En alles zal in jullie eigen gezicht ontploffen. Dus ik hoef alleen maar goede beslissingen te maken, voor de rest niet. Jullie gaan allemaal geluk, met blijheid ga je niet kunnen stelen. Alles wat ik doe heeft een reden. Destiny is alleen de route. Het lot is niet te veranderen. Alles, alles op een monitor. Ik heb die VR-bril niet nodig, hè? Jij wilt jij en ik. Voor de rest mag er niks bij. Denk je dat ik onzeker raak? Het is alleen maar zelfverzekerder. Dat wanneer je iets ziet, denk je dat ik mezelf kan saboteren. Hoort ook bij mijn destiny. Je hebt geen idee hoe slim ik ben. Want het zijn de ophelderingen, niet wat je kan onthouden. Je hebt nog nooit iemand zo slim als mij ontmoet. Je hebt nooit iemand zo loyaal als mij ontmoet. Ik hoor alleen met de beste van de beste samen te werken. Jullie zijn allemaal niks. Jullie zijn allemaal klein en kleinzichtig ook. Jullie dromen gaan helemaal nergens over. Dus ik snap dat je mijne wil hebben. Er gaat zoveel respect naar me toe komen zometeen. Ja, als je iets al gezien hebt. Maar er niet meer over praat. Dus ze kunnen het niet nadoen ook. Zo. We blijven één kant op gaan en dat is vooruit, dat is omhoog. Mensen willen reacties van me hebben die ik ze niet ga geven. Ik hoef alleen maar mezelf te blijven, meer niet. Jullie zullen alleen maar gekker en parader, bozer worden. Iets waar ik niet heen ga. En ik zal streng voor je zijn. Al streng voor je zijn.
Zelfs bedreigen heb ik geen zin. Lach het uit. Je gaat vanzelf vastraken. Niet verder kunnen komen. En bang op je spoortje blijven zitten. Ik ga van die sporen af. Loop mijn eigen route. Ik heb geen wegen nodig. Net als dat ik geen sleutels nodig heb. Mijn sleutels geen deuren nodig hebben. Ik open alles. Jullie gaan onzeker raken, geïntimideerd raken. Jullie gaan allemaal bang, bang. Want stel je voor dat iemand anders het ziet. Ik sneaky te zijn, maar de dingen gaan zichtbaar zijn voor iedereen. Er gaan meer en meer bewijzen op tafel gelegd worden waar jullie niet meer omheen kunnen. Waar geen verwarring op te maken is, want het is overduidelijk. Ja, de reis, de travels die ik ga maken. Ik heb al gezien waar ik heen ga. Dit zijn professionele dingen. Jullie zullen voor altijd trap blijven in die onderwereld daar. Nooit mainstream gaan. Nooit het nieuws zullen halen, tenzij je voor je slechte daden. Denk om aandacht. Conflicten met mij aangaan om iemand anders aandacht te krijgen. En die kijkt naar jou en die lacht je uit. Want er zijn mensen die al lang al interesses hebben. Die zijn aan het kijken hoe ik handel op alles. Jullie willen goedgekeurd worden. Ik heb geen goedkeuring nodig. Er zijn dingen die jullie niet weten. Maar wel op handelen. Ik ben hier niet jullie shit. Niet met jullie onze. Jullie zijn in een hele andere dimensie als waar ik ben. Het is gewoon belachelijk. Denk mij uit mijn karakter te halen. Ik wil graag boos willen zien, want dat vinden ze aantrekkelijk. Mijn woorden, mijn zinnen. Ja, want gaat voorbij NLP-technieken, want ik ben niet bezig met NLP. Maar, ik betover je niet, ik haal je uit die betovering. Uiteindelijk gaat alles in mijn voordeel werken. Ga je snappen, ik heb geen klavertje 4 nodig. Net als dat ik niks met magie hoef te doen. Ik ben magie. Ik hoef niet in boeken te lezen, ik hoef geen spreuken, ik hoef niet te roeren in ketels. Ik doe. Ik spreek het uit en het is. Ik hoef niet eens te wensen. Want dat waar mijn verlangens liggen, dat wordt bewerkstelligd. De vorm begint te krijgen. Niks wat me af gaat leiden. Het is alleen maar een weg om verder te komen. Om verder te lijden. En ondertussen zien jullie alleen maar lijden. Pijn voelen. Gekken raken. Ziek. Ziek in jullie hoofd. Angstaanjagend. Dingen worden niet voor niks geblokkeerd, hè. Alles wordt in balans. Alles komt in lijn, man. Daar waar jullie gebrainwashed worden, diezelfde informatie maakt mij wakker. Jullie gaan door illusies heen, ik loop door realiteit. Dan ga je pas zien in wat voor matrix we hier al leven. Je wou niet wakker worden, toch?